Vanochtend bijvoorbeeld was ik bij een vrouw die de deur niet voor mij kon openen omdat ze op de grond lag. Weet je wel, hoe kom je dan naar binnen? Ik ben Gerard Moorman, ik werk hier bij Huis van de Tijd. Ik ben Edme. Wat wij hier proberen te creëren is eigenlijk een woonkamer voor mensen met dementie. Zodat ze hier lekker binnen kunnen lopen en zich dus voornamelijk op hun gemak voelen. En eigenlijk willen we gewoon de zorgen die ze even hebben gewoon wegnemen. Mensen begeleiden in verschillende soorten vragen. Dus elke deelnemer heeft een eigen soort vraag of wat diegene wil of bereiken. Het kan echt zijn van ik durf niet in mijn eentje naar buiten. Het kan zijn ik moet naar de tandarts, ga je mee. Het kan zijn het kunnen lange termijn doelen zijn, maar het kan ook een tandartsafspraak zijn. Of het kan zijn dat iemand echt niet meer alleen thuis kan zijn, dus dat je daar uren bij kan zitten. Ja, we hadden ook een vrouw hier en uiteindelijk ging ze naar een verzorgingstehuis. En als je dan verhalen hoort van collega's wat daar dan wordt gedaan en dat ze gewoon op de kamer wordt gezet. En ja, dat is wel heel anders dan hoe het hier gaat, zeg maar. Normaal koken we altijd met een man, of kook ik voor een mannetje of 15 tot 20 en gaan we hier lekker met z'n allen eten. Helaas zijn het er nu nog maar 4. Dus we proberen ook heel veel nog langs te brengen bij mensen. Dat hebben we eigenlijk bij de eerste lockdown toeval hebben we dat toen ook gedaan. Vaak om 5:30 of zo komen hier mensen gezellig eten met collega's, vrienden en de deelnemers zelf. Ik ga ook nog altijd een bakje langsbrengen bij sommige andere deelnemers die het lastig vinden om hier te komen of die daar geen zin in hebben. En dat is natuurlijk wat we hier ook bij Huis van de Tijd heel veel aan het doen zijn. Gewoon zorgen dat mensen bij elkaar komen en gewoon over hun dingen praten. En ja, je loopt natuurlijk elke dag als je hier werkt, loop je tegen dingen aan dat je het niet verwacht. Vanochtend bijvoorbeeld was ik bij een vrouw die de deur niet voor mij kon openen omdat ze op de grond lag. Weet je wel, hoe kom je dan naar binnen? Dus elke dag is er weer iets waar je denkt, hoe ga ik dit doen? Maar dat is ook wel heel leuk. Ik had vooraf, maar dat was ook vooraf dat ik in de thuiszorg werkte, dacht ik, ja, oudere doelgroep, lijkt me ja, saai of zo. Maar dat is het echt totaal niet. Het is echt ja, heel leuk en gewoon goede band opbouwen met mensen. En je merkt ook dat ze het heel erg graag, heel erg waarderen dat je langskomt of dat je helpt. En dat is natuurlijk echt heel leuk om te horen. Alles stampelt dit, joh. Ja, dit is echt wel genoeg voor hoor. Ja, toch? Dit is echt nooit op. Gehaktballetjes? Ik ga vanavond bij Sjaan langs. Ja, en daar ga ik elke dinsdag langs. En dat doe ik denk ik nu. Sinds corona doe ik dat, dus ik denk nu 6 maanden of zo, doe ik dat elke dinsdag. En dan breng ik eten en dan kletsen we even en dan voel ik wel aan als ze wil dat ik wegga en dan ben ik weer weg. Ik merk dat ik er zelf wel wat uithaal, dus ik merk dat ik uit die band wel een soort van... Ik vind het echt leuk om haar elke week te zien en gewoon even... Het gaat helemaal nergens over, want ze weet niet wat ze heeft gedaan bijvoorbeeld, maar... Het is toch wel even fijn om die lach te zien en te zeggen, oh wat fijn dat je er weer bent. En dus ik haal er zelf heel veel uit en ik denk dat zij het ook wel prettig vindt. Want ik merk ook aan hoe zij zich gedraagt, dat ze het leuk vindt dat ze even iemand in het echt ziet. Wat voor ballen ben je dat? Gehaktballen. Wat zien ze er vreemd uit? Ja, die zitten al een tijdje in het bakje. Die hebben de weg overleefd. Oh, nou. En je mag me in het vervolg wat meer stamppot geven. Oh ja? Ben je zo'n stamppot-fan? Ja, dit vind ik een half bakkie. Okay. Dit vind ik niks. Nee? Is holle kieswerk. Is holle kieswerk. Moet het op een bord? Wat? Zullen we het eerst op een bord doen en dan in de... Schat. Doe je het lekker zelf, joh. Human.